Ook transparantie is van groot belang. Nu wordt heel veel achter de schermen onderhandeld. Worden de documenten niet allemaal vrijgegeven? Worden ze maar met mondjesmaat verspreid aan een groepje Europese parlementsleden? En het publiek wordt al helemaal in het ongewisse geladen. Vrijhandelsakkoorden moeten in volle vrijheid en in grote transparantie onderhandeld worden. En de publieke opinie moet op tijd in staat gesteld worden zich een goed oordeel te kunnen vormen over de resultaten van de onderhandelingen.